Er zijn donderdagmiddag 6 dozen met een witte poeder gevonden in een flat aan het Paulus Potterhof in Rijen. De brandweer is opgeroepen om te onderzoeken om wat voor poeder het gaat. Bewoners van de flat moeten tijdelijk via de noodtrap naar beneden. En in Berkel en Schot zijn jerrycans en vuilniszakken gedumpt. De jerrycans bevatten een vooralsnog onbekende vloeistof. De gemeente voert het afval dezelfde dag nog af. De BOA's van de gemeente onderzoeken de zaak. Op de kruising Johannes Zwijzerlaan en Van Anrooistraat in Os is vanmorgen een jongen op de fiets aangereden door een automobiliste. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een vliegtuig van Wizz Air uit Eindhoven heeft woensdagmorgen een gedwongen tussenstop moeten maken in het Duitse Nuremberg. Een agressieve passagier op de vlucht richting de Roemeense hoofdstad Boekarest zette de boel op stelten en weigerde de aanwijzingen van het vliegpersoneel op te volgen. Daarop werd besloten tot de tussenstop en moest de man het toestel verlaten. Hij is door de Duitse politie aangehouden. En bij een bedrijfsongeval in de slachterij van Vion in Bokstol is een medewerker ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer zat met zijn been bekneld in een machine en liep onder meer een slagaderlijke bloeding op. Daarom landde er ook een traumahelikopter. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het bedrijfsongeval bij de slachterij. In een supermarkt aan het Jansen en Fritsenplein in Helmond leek woensdagnacht brand uitgebroken. Het pand stond vol rook en de brandweer werd ingeschakeld. Al snel bleek dat de rook van een rookmachine kwam. Deze treedt normaal gesproken in werking als er in de winkel wordt ingebroken. Volgens een woordvoerder van de politie was het loos alarm en blijkt er geen sprake te zijn van een inbraak.